Wist je dat jouw urine ook geschiedenis heeft? In mijn boek Bloed, Zweet en Tranen beschrijf ik hoe onze lichaamssappen door de eeuwen heen verschillend zijn ervaren. En dat al onze sappen dus een hele rijke geschiedenis hebben. Denk bijvoorbeeld maar eens aan urine. In de middeleeuwen verzamelde men urine van de patiënt in een zogenaamde urinaal. Om vervolgens qua kleur, geur en smaak te bepalen welke ziekte je leed. En ook vandaag de dag gebruiken we urine om diagnoses te stellen. Bijvoorbeeld in een monstertje zoals dit. Dit gaat dan naar het chemisch lab om onderzoek te doen naar bijvoorbeeld de urine van patiënten met een niertransplantatie. Werken de nieren goed? En ook in het ziekenhuiswezen wordt het leven van patiënten makkelijk gemaakt door zogenaamde ondersteken. Die in het verleden veel werden gebruikt, roestvrij. Hier kan je dan rustig je behoefte in doen, deksel erop en dan kan de zuster of broeder die meenemen om alles weg te spoelen. Dus door de eeuwen heen heeft ook pis een rijke geschiedenis en dat is misschien leuk voor jou om te weten volgende keer als je op de wc zit.